Succes. Nou, succes allemaal. Ja, succes. Succes. Hou hem heel. Kijk, er gaat nieuws hoor. Oh, begin die alweer bijna. Stak ik, Koos. Hi. Ik moest al een beetje uitwijken, want deze richting wel erg voelt dan. Oh, gaan we dan. Blijf spannend dit, hè. Oh, en we hebben een vlag. En ik leef. Nee. Ricardo, die AI die je altijd op het rechtstuk batterij dumpen die altijd aan het begin, maar dat is niet normaal. Ja, de eerste drie ronden hoef je dat niet te proberen om daar langs af te gaan. Zeker op het rechtstuk niet, nee. Zo, vast slaap ook nog. Het is meestal wanneer je als eerste over de finish komt bij de eerste ronde. Ja, dat is het helft. Oh, er komt iemand nog met een divebomb, zie ik daar toch gebeuren. Ja, dat was ik, maar Gasly heeft gewoon schijt aan joh, die stuurt gewoon vol op min. Ja, maar je kan ook nog wat erg ver, had ik het gevoel. Nee, dat viel totaal veel hartstikke mee. Ik had hem echt gewoon naast Gasly toen hij hem instuurde. Dat mag naar gekeken worden, wat mij betreft. Wat gaan we doen? Gaan we hem eruit gooien uit de lead? Hoi. Balletje. Kijk van mij, prima dive om. Zo, dat was een mooie drift. Nou heb ik hem. En ze sturen echt gewoon op je in, maar ik zei het waar je staat. Ja, maar je moet er eigenlijk gewoon al naast zitten, wil je goed, gewoon, je wilt goed kunnen inhalen bij de EAR. Godverdomme Albon, jongen, klootzak. Team, het teamgenoot van Smash natuurlijk. Ja, daarom gebeurt het natuurlijk ook. Oh. Oh shit. Ja, ik zou heel eerlijk zeggen, ik ben niet live. Gewoon simpelweg als iets gebeurt hier op het asfalt, kunnen jullie me niet aangeven bij de Twitch ambassadeurs. Bij de Twitch representative, ja, dat mag ik. Ja. Oh, sorry. Twitch representative. Ja. Oh, sorry man. Ja, ik voelde hem. Ja, hij geeft net aan, hè? Ik kan niet aangegeven worden. Nee. Ik dacht dat er nog ruimte zat. Je hebt niet genoeg ruimte. Ja, ik zal je laten zien vanuit mijn perspectief. Het staat op tape. Mag niet zo opeens zo op kan daar. Heb je schade? Nee, dat niet man.
Gewoon gespint. Ja, emotionele schade wel. Sorry man. Emotional damage. Een beetje boos. Ja, precies. Oh, een beetje boos. Misschien dat ik straks ook even met kanker moet schelden. Ja, je bent emotie, je bent teleurgesteld. Dat moet er even uit, ja. Dat moet er even uit. Ja. Ik kan hem niet inhouden. Is dat ook geklipt? Want ik had wel graag Alvis dat horen zeggen. Nee. Zeker. Ik weet niet of het geklipt is, maar je kunt zeker ook gewoon de stream terugkijken. Dus, dan zegt Skate, nou doe dat dan niet. En dan zegt hij, nee, dat bepaal ik zelf wel. Hij bepaalt wat hij zegt. Stream van Skate. Zo, die... AI zijn wel echt gewoon, die zijn echt gestoord. Maar zolang Skate je niet... Zolang Skate je niet wegdraait qua audio, dan moet het nog wel meevallen, toch? Wat? Hij heeft mijn gun toen weggedraaid. Oh. Kankerschelden is meisje. Ja, ik weet niet eens wat er allemaal uitkwam. Oh. Volgens mij viel het bij mij wel mee, maar... Nou, ja, volgens jou. Ja. Ik laat het dan blijken op de baan, hè? Ik hoef er geen krachtdeel voor te gebruiken. Ja, geen woorden. Ik weet dat Gunner riep van dat ik hem voorbij moest laten, dat ik moest remmen. En toen zat hij op een rechtstuk achter me. En toen riep hij het weer. Of de guy ja. Ja, met allemaal krachttermen erbij, hè? Dus ja. Maar het was niet heel krachtig. Wat kan er gebeuren? Wat zo'n spel je naar boven haalt soms, hè? Ja. Iets spelletjes. Dat was bizar. Ik weet niet of Koos dat ook een keer zei, het ergste heb ik dat met FIFA. Ja, heb met ik voetbal spelen. Ja, absoluut. Het gaat niet goed. FIFA kan ik echt niet spelen. Nee, dat is ook niet goed voor je... Nee, echt niet. Niet goed voor me. Nee. Ja, ik speel FIFA al heel lang niet echt meer. Alleen heel af en toe gewoon... Autotjes inhalen, joh, hup. Spotters. Maar zelfs dan word ik nog steeds... heel van de tip. Nee, er zitten scripting dingen in, altijd rare bullshit en zo. Nee man. Dat is niet eerlijk. Nee. Daar word je helemaal gek van. Maar ik moet echt een divebomb doen jongen, die AI kan breken. Wow, ik zie wat gebeuren voor mijn neus. Ik weet niet. Holy shit. Ik schrijf er een paar uit. Ik krijg klaar, Robert. Hey joh, PS. Wat gebeurt daar, joh? Ik moest wel ontwijken, dus ik moest wel een divebomb doen. Ja. En dan ging ik eigenlijk al veel vroeger op de rem, voor mijn gevoel. Oh. Oh, wat fucker? Die niet arms stond. Ik weet niet wat daar stond, maar... Holy shit. Oh, fuck. Russel. Godverdomme. Oh, Niels? Mij. Is Niels disconnected? Hey, Russel was in de McLaren. Denk het wel, hij zegt niks meer. Dus, Hey, je weet niet wat, nou ja, daar gaan we vleugel. Misschien kan hij reconnecten weer, zo. Ja, ik weet niet, is dat nu een streepje of een kruisje door Niels daarom? Ja, maar dat betekent toch disconnect? Ja, normaal wel. Maar ik heb het onder een beeld niet gezien, of gewoon gemist. Kan ook, voor, in het geval van Niels is dat meestal gewoon een challenge voor hemzelf. Ja, zet hem even uit. Ja, want hij reed al veel te hard en veel te snel naar me toe. Ja. Wel een stukje voorvleugel kwijt nou, maar goed. Doe het ermee. Mijn hele game bluescreen, of mijn hele PC bluescreen van. Ja, dat idee hadden we al. Maar dat is gewoon een extra challenge voor jou, toch? Als ik er nog in rijd, als ik er nog in zit. Ja, je rijdt nog vijfde. Ja, je rijdt nog, ja. Je bent wel Russel geworden. Zo, maar die Russel is toen ook gewoon opeens dwars op die baan. Ja, ik denk dat we een leuke race gaan zien morgen, hoor. Kut, AI! Die rijdt nog een volgende zijkant. Hopelijk was het mijn AI. Nee, het was Albon, volgens mij. Die was me ook gestoord. Ja, ik hoorde hier... Ik heb iemand even Albon in. Maar dat is raar man, Joe staat tweede, Tsunoda staat derde.
Equal drivers denk ik toch? Ja. Ja, ja. Maar dan nog steeds. Nee, equal cars. Equal cars. De drivers zouden nog wel steeds een verschil moeten maken. Talent komt naar boven drijven nu, hè? Ja, Joe, die rijdt ze wel op een hoop. Zo kan het toch verkeerd gezien? Zijn nou echt zo, kan het ook? Zo kan zo het ook. Zo ja. Kijk, zo handig als de nieuws aan het coasten blijft. Dan kan het hartstikke mee. Hoe kom ik eigenlijk terug in? Afvragen? Dat weet ik niet. Ik moet een invite hebben. Ja? Ja, dat zou kunnen. Maar ik invite je wel, want ik sta het laatste. Even kijken. Wat een schat is het ook, hè? Ja. Hoe kan iemand daar ooit boos op worden? Ik weet het ook niet. Ah, vroeger was ik iets agressiever op de baan. Ja, dat is wel waar. Ja. Jij bent wel milder tegenwoordig, hè? Ja. We worden allemaal ouder, hè? Ouder en verstandiger. Weet je, ik heb geleerd dat ik uiteindelijk mijn eigen grootste vijand ben op de baan, dus... Wow, kijk, dat zijn wijze lessen. Ik wou het zeggen, filosofisch gelijk ook. Ja, dan heeft het niet zoveel nut om keihard te gaan vechten met mensen die je dan op een ronde zetten, zeg maar. Dat, ja. Nee, dat heb ik ook gemerkt. Als iemand echt heel veel sneller is, fuck it, man. Dan laat ik hem maar gewoon aan me voorbij gaan. Want één, ik verlies er zelf tijd door. En het gaat waarschijnlijk heel lelijk eindigen. Oh. Dat vind ik ook zo mooi met Alvis. Dat hij soms dan volgens mij weer heel fanatiek mensen voorbij laat. Ja, klopt ja. Gaan we voor... Ja. Ja, maar we vechten voor positie. Ja, ja, nee. Ja, dat maakt mij niet zo te willen. Gisteren was hij ook weer NSB'er, want toen was het te sneller zijn of zo, laat hij gewoon door. Maar, ja, maar als je hem dan voorbij gaat zonder toestemming te vragen? Dan ben je het haasje hoor. Ja, maar hij rijdt ook puur op de racelijn. Dat is... Echt. We gaan nog harder op de A4 maandagochtend. Ja, maar... Oh joh, Norris, wat... Hij wil me lang op die sas door laten rijden, dat zie ik niet zitten, eigenlijk. Godver... Wat? Ook kon ik duw met de muur in, wat is dit? Alsof ze gewoon niet weten dat je daar bent ofzo, ja. Ja, joh. Ja, dat weten ze ook niet. Boeit je gewoon niks, dat kan ook, hè. Ja, dat kan ook. Doe je, ja, Bottas, doe normaal. Normaal. Wat? Nou, oké. Het is hier gezellig. Altijd, hey. Toch? Hey! Brian, dus mij, joh. Goedemiddag. Nee. Ja, wordt het niet tijd dat jij een keertje gaat leren hoe dit moet? Nee, daar kan ik niks van. Oh. Nou. Nieuwe voorvleugel. Ik heb echt gewoon een muur ingedouwd door die magnetron. Is dat Koos die aan de andere kant van het circuit rijdt? Ja. Voor mij wel, want ik zit daar. Ja, die AI is echt een blessing voor me gebleken. Echt, race 1 is helemaal kapot gemaakt door AI bij mij. En sindsdien heb ik AI weaponized om voor mij te vechten. Ja, ik vond het wel leuk met die AI. Dat ging wel lekker, maar... Ja, toen vond je wel leuk, hè? Tegen te racen, maar... Ja, volle grid is in ieder geval leuk, weet je wel. Je hebt wat te doen, dat is wel zo. Want anders... Ik heb ook wel eens vorig jaar reed, heel veel races, dan reed ik gewoon echt helemaal alleen. Ja, precies. Ja, vorig jaar vond ik het niet leuk. Nee, mis. Ah, 22 seconden, even aansluiten hoor. Nee! Ja, op! Dan ga ik ook maar even nu blijven. Ja, ik heb ook een klein beetje schade, maar ik doe het er maar mee. Ah, weet je wat het is? Siddo heeft het vooral over zichzelf afgeroepen. Die had de eerste race nergens last van. Ja, dat was het dan. Ik heb helemaal met je eens. Je zat heel stoer, die reed de hele race vooraan. Dus nooit ergens last van gehad. Zo, ik heb nergens last van, ik rijd lekker vooraan. En de tweede race is die helemaal kapot gemaakt. Ja. Door Lewis Hamilton. Korsje.
Ja, dat was echt compleet mijn eigen schuld, dat hoor. Oh. Oeh, Norris. Safety car, safety ik car. Ging bijna. Ik heb hem op reduce staan. Ik heb het nu even dubbel gecheckt. Dus ik weet niet nou of ja, je... dat was bij ons gisteren al genoeg voor een safety car, denk ik hoor. Ja? Oh, die Joe. Joe, jongen! En die gast die duwt me gewoon de muur in. Een ja, duwt me gewoon de muur in terwijl ik naast hem rij. Zo van, nee, dat is mijn racelijn. Let's go, Lando. Ja, een beetje een halfertje, ja. Okay, we're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Oh, smash okay, rocket. Oh. Is dit een safety car? Ja. Ah. Vuile smeerlappen. Vuile smeerlappen. Die, harde, die rode bandjes gingen ook heel hard. En hij wilde maar dat ik buiten bleef. Ik heb even de cockpit motor gaan rijden. Ik ben gestopt en kijken toen ze 40% doorhouden. Maar ik ben net gestopt, dus dat is het kutte. Ja, ik ook. Ik ben net de pitstraat voorbij, dus ja. De voorvleugel lag gewoon al kut. Oh, iedereen is op hard. Ja, ik kom van mediums af, dus ik moest wel naar hard. Ja, ik had ook medium hard gedaan, ja. In de oefenrace had ik soft mediums gedaan, maar die gaan echt heel zo hard eigenlijk. Ja, misschien dat het ook wel zoiets, maar dat heb ik... Nu wel. Ja. Ik telt ook de hele tijd, maar bijna stilstaan. Hè? Oh kut, ik had beter niet front in kunnen vangen. Wat gebeurt je? Illegal overtake op Piastri, maar waar is Piastri dan? Hè? Huh? Ja, hetzelfde voor mij. Wat gebeurt hier allemaal? Nou ja, doe me toe, illegal overtakes, vijf... Ja... Ja, Piastri die bewalt opeens achter me. Ja, nee, die was opeens gewoon boep weg en toen kreeg ik toe, illegal overtakes. Dus nu heb ik 5 seconden penalty. Ja, ik heb mijn prutje er gegeven gelukkig. Nee, ik kon niet teruggeven, hij was gewoon weg. Blijft een grappig gespeeld dit, niet weg hoor. Ja, bizar. Gelukkig gaan we het nog een paar maanden krijgen we een nieuwe copy-paste game. Dus dan, ja, maar wel met een open... Nee, from the ground up! From the ground up! Nou. Die heb ik vaker gehoord hoor. New generation. Ja, toch ga ik waarschijnlijk weer kopen. Dus dat, Tuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel, het is niet dat de game niet waard gewoon, is. Ik vind die league race ook gewoon leuk. Ik vind ja, het heel leuk rijden. Ja, dit is gewoon grappig, omdat het totaal niet serieus is ook. Tenminste voor mij dan. Hè. Oh? Ja. Ja. Oh, vorige week stond hij tweede. En dat was het fantastisch. En hij voelde zich een e-sporter en atleet. Zoals toen was het niet zo serieus. Kun je nagaan? Ja, bij skate kan ik dit jaar misschien een RG Ally winnen. Dus ik misschien, hè? Misschien. Misschien een oude. Nou, misschien kan je bij mij een gaming PC winnen. Oh, en misschien ook niet. Ja, zo je ziet, net het jaar dat ik eigenlijk een keer kampioen ben bij skaten, zijn er geen prijzen meer. Dat is ook lekker. Ja, zelfs een mok lastig. Of dan krijg je A Day With Skate Part 2, maar dan alleen jij. Alleen? Maar dan krijg je alleen de winnaar krijgt hem te zien dan, hè? Ja, precies. Private video voor één iemand. De hele GameKings community die heeft er al voor betaald, toch? Maar, ja, ja. Ja. Zo rollen we. Zelfs met die Golem betalen, review. Helemaal betalen. Ja, precies. Ja. Dat zijn er die twee dingen op het lijstje. De Golem review van... Ja, maar daar is serieus, maar dat is serieus €75 voor betaald door Jappie, hè? Ja, Jappie heeft daar eigenlijk €70 betaald. Voor wat? Omdat zou een Golem review worden opgenomen. Jappie heeft het €70 betaald en dan heeft hij tegen Daan Daan zei van ik wil best de review doen, maar ja, je kan niks regelen, bla bla bla. Heeft Jappie gezegd, als ik je nou €70 overmaak, doe je de review dan. Ja, waarschijnlijk wel, zegt Daan. Nou, €70 overgemaakt.
Ja, waarschijnlijk. Oh, ja. Dus daarom is hij uit de community. Hij is niet boos op Geert Wilders, hij is boos op Daan. Ja. Ah, nu komt de aap uit de bal. Ja. Ai, ai, ai. Dat vond ik toch zo mooi, maar heb ik keihard gelachen toen ik dat hoorde. Het rare is ook omdat we gewoon... Het rare is ook omdat we gewoon een code hebben gehad voor Gollum. Echt? Ja, die heb ik tijdens de GameKings community avond heb ik die aan iemand gegeven. Het was niet toevallig Jappie of zo. Nee. Het was Parlevit of zo, geloof ik. Ik word nog gewoon gewaafd achter om achter de Robert te zitten. Ja. Ah, Robert doet het toch niet voor de serieus. Nee, daarom. Die laat je er wel voorbij. Safety car in. Een elvisje. Safety car in. Waarom staat het bij mij niet op het scherm? Ik begrijp er niks van. Mijn game is geglitcht ofzo, want bij mij staan al die dingen staan er allemaal niet. Safety car in de slab in ieder geval. Ja, safety car in de slab. Main speed. Gaat er ook. Maar ik ga pas volgende ronde hoor, dus doe maar rustig aan. Oh, we doen nog een rondje extra. Ja. Wow, werd ik nou geraakt? Nee, ik ga echt best wel ver achter je. Ik kreeg echt een klap op mijn stuur. Ja. Zo dicht zit Niels niet op je nu, nee. Grease. Ja, we hebben een bijzondere top 6, kan je wel zeggen. Koos, Niels. Wat ben je aan het doen? Zie je wel. Tsunoda, Zoe, Albon, Hulkenberg. Okay, clear. Gap to your teammate behind is 5.0 seconds. Oeh, okay. Dan gaan we weer hoor. Ik heb echt geen idee hoe deze banden reageren op deze bochten. Ik heb nog niet met medium gereden. Kom even op, het nou weer een penalty. Ja, omdat twee auto's wegglitchen, zegt hij, je hebt twee legal overtakes. Maar hij komt ook niet teruggeven, want ze waren echt ver weg. Dus ja, daar krijg ik penalty voor. Ja, ik zie je. Maar mijn vooruit neemt toch niet serieus. Nee. Misschien moet je het nog een paar keer zeggen. Heel wel, ja, ben een pitstop inleveren volgens mij. Als jullie het geloven. Huh? Pitstop heb ik al genomen. Maar ja, goed, tenzij de AI weer mijn voorvleugel eraf rijdt, dan ga ik er graag in binnen. Nee. Zijn op de helft, wie weet. Ja, alles kan nog gebeuren. Doe hem nog vanaf, Robert. Doe hem nog vanaf. Lekker. Zie je het toch gebeuren. Als AI bij mij doet, doe ik bij hun ook hoor. Clear smeerlappen. Pak ze wel. Krijg ze wel. Het enige doel van Robert is nu om iedereen eraf te rijden van de AI. Lekker. Ja, Rage Against the Machine, pak ze wel. Maar waarschijnlijk onthoudt AI dit, als ze ooit de wereld overnemen. Ja, joh. Ja, maar stel, als je gewoon NPC gaat vermoorden in games en zo, dat onthouden ze nu ook allemaal. En het is niet de vraag of, het is wanneer. Zodra die Terminator rondlopen, of die, wat heet die dingen, Skynet. De hele wereld heeft een millennium actie gegaan. Als ja, dat wordt rennen, jongen. Ook al die pinguïns die van de cliff af zijn gegooid bij Mario, die komen ook allemaal terug. Ja. Oh, ik denk al, waarom hou je me de hele tijd niet in? Maar DRS is niet online. Nee, het doet even. En nu krijg ik hem ook nog niet, want dat is allemaal het begin van het vorige rondje. Beuk ze eraf. Het is niet goed. Dan had je al die AI er weer voorbij.
Ik was er niet bij, maar die... Oh, je zit te spectaten, joh. Ja. Meedee. Nee, ik krijg een zoentje van die Magnussen. Wat lig je eruit, Smash? Ik ben kwijt. Ik lig eruit. Nou, dat was voor safety car, was ze. Nee, dat was voor... Oh, ik dacht dat die van Norris was. Want ik zag ook Norris auto staan. Maar rode banden waren helemaal op. En toen gelijk. Ja, die van mij waren ook wel... Ik dacht, je gaat eerder naar binnen. Je blijft gewoon aan... Nee, ik denk, ik luister naar Jeff. Ja. Jeff knows best, hè? Jeff is er al niet meer, hè? Jeff is al met pensioen. Ja, ik weet niet hoe die nieuwe heet. Mark of zo, toch? Lul is het in ieder geval. Oh, dat gaat zo fout hier. Chef. Nou, zo kan hij weer Niels. Ook zoals, ik krijg ook geen meldingen voor fastest lap ofzo, dat krijg ik ook allemaal niet. Het was wel de fastest lap. Ja, ik zie wel op de timing screen, kan ik het wel zo doen dat het paard is, maar... Maar waarom zie je dat niet? Is het een glitch? Ik de game gewoon geglitcht, omdat ik terug erin ben gekomen ofzo. Kom zo, amen. De game geglitcht, ik weet niet dat ik wel een paard doe. Ik had een illegal overtake op zo. Sowieso. Ik haal hem ook wel in bij de baan, moet ik zeggen. Maar... Zo. Oh, ja. Gaat die Kai in? Ben jij aan Kai in? Ja, ik ben aan het doen, maar... Oh. Ik snap even niet waar die... een soort van beam vandaan komt. Een soort van... Ah, ja. Het is wel duidelijk als je het zo zegt. Ja, hè, toch wel. Zo nerveus van al die AI om me heen. Echt. Oh ja, fijn. Doe ik het weer. Get out, Russell. Hey, maar Smash, had je WhatsApp gelezen? Hint. Ja, eigenlijk wel. Ons Smash heeft... Ik dacht dat Smash even weg is. Hij is even de race aan het kijken, het is heel spannend. Ja, joh. Oeh, dat ging bijna. Ja, ik haat deze bocht, man. Met een fucking passie. Spannend de race dit, zeg. Hey, je hebt genoeg inhaalacties. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd wie die drive of the day gaat worden straks. Ik denk Niels. Zo, Arjen. Het zal Niels zijn, dat je laatst is begonnen. Precies. Daarvoor deed ik het ook, hè. Die drive of the day. Voor de fans, alles voor de fans. Oh. Ja. Voor die mensen die om 4 uur 's ochtends opstaan om de race te zien. Hey Koos, ik gooi trouwens straks denk ik even een dingetje erin voor Destiny, hè. Ik weet niet of de mensen zin hebben in een raid. Ja hoor. Ik vind dat. Goed. Kan iemand Perez even een berichtje sturen? Wat een driver swap kan doen? Ik kan hem kicken voor je. Multi-1-2. Multi-21, Seb! Multi-21. Toen was Vettel nog echt cool. Ja, dat was echt bruin Vettel. Zeker. Ja, dat was echt heel leuk. Waarom is hij in één keer zo goed zak geworden? En dan gaat hij...
Engineer tegen me praten tijdens de inhaalactie in de bocht dat een great maneuver is. Laat me even. Ja, moet je net zoals Lando Norris zeggen, shut up! Ja. Zo, ik zit in de puntjes hoor. Bloed, zweet en tranen, maar nummer 10. Zo. Is het wel zo? Ja joh, diepe zucht. Zo. Hm? Zo. Piastri out. Ja, goede race van McLaren. En dat zie ik dus ook goed. Ja, ik kwam net in beeld. Piastri is out. Maar geen safety car. Oh, don't jinx it. Besef, straks zie ik dat ook gewoon niet. Dat zou zo kut zijn dat ik ineens gedetaliseerd heb. Ja, als jij, kan jij je dingen zien, zeg maar. Je delta. Ik kan wel rechtsboven, vind ik wel gewoon een... Mijn timing, zeg maar, gewoon van mijn laptime, maar dit is niet of ik mijn delta kan zien. Hij staat redelijk veilig, maar hij staat nog wel gewoon langs de... Ja, langs normaal de weg. Zou je denken dit is een safety car, maar... De check-in. Nou, anders was het er meteen al wat geweest. Hup, Ocon, wees even sportief. Nee hoor. Dat is hij tegenwoordig niet meer hoor, want hij zat al te juichen dat hij door was naar Q2. Ja. Albon, godverdamme! Dat, zat hij Ocon 4 roken, dat ze naar Q2 waren. Wat zeg je? Ja, dat ze zo blij waren dat Ocon Q2 had gehaald. Ja, dat zeg ik net. What the fuck? Twee keer al op of om gewoon van de baan afrijdt. Nou, deze keer gelukkig geen gevolgen voor positie, maar... Ja, het zijn de bielen, man. Niet gewend, Sido. Ja, dat zal wel zijn. Andere auto. Misschien race ik hem wat te hard. Nee. Race me so hard. Oh, was dat bij Red Bull toen? Ja. Dat was wel echt kut. Hoe durf je dat te zeggen, man? Pinnacle of motor racing en dan gaan zeggen, you race me so hard. Maar ik vind hem wel, dat hij wel een mannetje is geworden, hoor. Ja. Yeah. Mm.
Weer gele vlag. Ja, Albon dicht ernaast zie je. Karma. Ja. Ik sta er gewoon een half uur netjes in het begin te wachten totdat iedereen voorbij is. Gewoon één. En dan is die gedisqualified. Nee? Dat is weer AI-logica. Is die gedisqualified? Ja, die Albon. Die Albon die stond in het grint omgekeerd en vervolgens komen de 86 andere AI-autootjes voorbij en staat hij te lang omgekeerd. 86. Oh. Ja. Zo voelt het wel. Oh. Nou, of die netjes naast de baan. En dat is wat telt. Heeft hij klaar? Ja. Oh ja, de safety car, nieuwe safety car. Ja. Weet je dit in de laatste paar rondjes? Ik denk niet dat ze het nog gaan doen, dat is een beetje te laat nog voor de safety. Nou, gisteren? Ja, gisteren staat ook, reden we nog 3 ronden. Ja. Nou, maar gisteren zat hij volgens mij op standaard. En wij hebben hem op het douche staan, dat ja. Ja, maar als het goed is, Jonna zei dat hij, maar ja, Jonna weet je natuurlijk niet, hè, want die was... Maar heeft het niet gewoon te maken met of het een player driver is of niet? Want Smash kreeg een ja, safety car. Ja, dat zou er wel mee te maken kunnen hebben, maar dat ja, ik heb nog niet zo vaak met AI, dus ik heb eigenlijk geen idee. Nee, ik ook niet, maar dat is het enige wat me nu is even opgevallen in deze race. Nee. Ik wil zeggen, het is eigenlijk net wat te lang op die medium, want die banden gaan zo even op zijn. Ja, zeker. Yep. Maar het is nog maar 3 rondes. De penalty nog. Kain is het hardste bezig hoor. Ja. Kutsel! Ja. Nee! Nou. Kain is crashed. Nee. Safety car. Nee. In AP. Tegen AI of niet? Ja, denk aan AI. Ja, zie. Nieuwe game plus 3 is niet leuk. Oh. Nee, die is goed hè. Doei Perez. Nog een uitvaller? Nee, toch? Right, we've got enough fuel for 3 more laps. Turbo. Mag je Hulkenberg van straks weer van de baan vertikken, mooi? Oh. Ja, ik zeg hem. Het geldt nooit het woord als ik hem ernaast zet. Maar Smash, wil je nog een potje helder doen ergens vandaag?
Ja, prima. Ja, Paulus riep iets over het einde van de dag of zo, toch? Ik vind het hij is vanavond op pas. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Dat is altijd heel gevaarlijk. Ja, dat... Je kan sowieso wel even een potje, maar... Ja, als het niet is, is het niet, hè? Maar... Ja, jawel. Ik ben sowieso nieuwsgierig of het werkt, maar... Oh, oké. Okay. Waarom doe je zo lelijk, een beetje socializen. Ik kom mijn huis niet uit, hoor. Ja, Kaien. Ik... Hè? Hij zegt toch gewoon ja? Ja, ja. Maar... Dit, ja. Wie gelijk ja. Zou... Ja, als je zo begint. Nu heb ik er geen zin meer in. Je maakt het wel spannend, hè, Robert? Ja, voor mezelf. Hij loopt te glijden, maar hij houdt er wel weer. Die glibberige glijder. Ja. Ik kan ook wel op 50% om met die hars. Ja, mijn banden zijn er echt op. Ik ben zo voorzichtig aan het cruisen door al die bochten. Ja, ik ook. Ik ben hem gewoon uit aan het rijden. Mijn achterbanden zijn boven de 60, dus het is echt best wel goed. Zal ik even kijken? Lekker band. Ja, dat klopt. Nee, bij Niels. Ik koop voor een nekkenband bij Niels. Maar ik ben 3 bochten tot het einde. Dus ik zit op 38% en 45% achter. Oh, dat doen we best goed. Ging wel bijna. Daar komt hij. Maar ik merk wel heel veel performance verlies hoor, want ik moet echt iedere keer opvangen. Gefeliciteerd Niels. Die snelle bocht denk ik op laatst heel rustig gaan. Niels heeft alles meegemaakt vandaag. Blue screens, safety cars, last to first. Ik weet niet of ik gewonnen had zonder die safety car. Dat was wel een heel grote afstand geweest. Maar, het gaat van 30 seconden. Jij aan de andere kant van het circuit koos daarvoor. Ja, het is wat het is. Ik bedoel, je bent gewoon sneller, dus ik heb er vrede mee. Oef. Ah, Pauli plekje lekker weer hoor. Hey. Hier wel. Ik ben wel benieuwd naar het clipje zo meteen. Ja, ik zal het laten zien. Jij. 9e. Oei. Ja? Dat is heel gesnapt. Kom op, ja. Driver of the day, Niels. Oh ja. Yeah. Lekker. Wie was driver of take? Wat even genoemd? Niels. Niels, uiteraard. Uiteraard. Hij is ook een groeten. Kijk dat dan. Kijk, 3 Nederlanders op het podium. Lekker hoor. Ja, dat is dat lekker, zie je niet vaak. Ik moet zeggen, op PC ziet dit er echt veel mooier uit. Ja, precies. Iedereen is een winnaar. Oh, ik zweek me wel kapot, man. Gadverdamme.